Het was afgelopen zondag precies 10 jaar geleden dat GTA 5 uitkwam op de PlayStation 3 en de Xbox 360. We zijn inmiddels 10 jaar verder en dat die game nog steeds in de top 10 best verkopende games staat, dat hadden we denk ik nooit kunnen voorspellen. Inmiddels zijn er meer dan 190 miljoen edities verkocht van de game. Even ter vergelijking van de hele Final Fantasy franchise in de afgelopen 30 jaar zijn er ook 180 miljoen games verkocht. Insane, jongens. Ja. Hoe kwam die bij jullie binnen? Denk je dat de volgende Final Fantasy zich in Los Angeles gaat afspelen? Nee, ik weet het wel. Want ik werkte destijds voor Big Blue op kantoor bij Blammo. Toen GTA 5 uitkwam. Ja, en dat was echt niet normaal. Kun je nagaan hoe lang geleden dat is? Dat is heel lang geleden. Dat is gewoon 10 jaar geleden. Dat is 10 jaar geleden. Ik heb in de rij gestaan voor die game destijds. Oh ja? Ja, bij de Bart Smit in Groningen gewoon. We hebben een live aflevering gemaakt volgens mij toen dat we ter plekke waren. Er werd ergens een rolluik van een Intertoys ingeduwd. Ja. Een stuk gemaakt omdat iedereen naar binnen wilde. Ja, het is niet normaal wat die serie eigenlijk teweeg heeft gebracht. Mag ik beginnen met een verhaal van vroeger? Natuurlijk, ik ben een keertje bij, dat heb ik 100 keer verteld, maar ik ga daar ook niet van. Maar ik ben een keertje bij DMA Design geweest. In Schotland zaten ze. De originele developer van GTA. Ja, inderdaad. Dat logo poppetje. Voordat het gekocht werd door, wat was het eerst, was het God Games en toen 2K opgekocht. Maar DMA Design is waar de eerste GTA gemaakt werd. En toen ik daar kwam, werd GTA 2 gemaakt. Ook zo, was zo'n top-down game. En Ik sprak met die gasten daar en ze kwamen net terug ook van de Tokyo Game Show. En dat vond ik ook al super vet dat ze daar geweest waren. En ze hadden zo ontzettend veel lol in het verzinnen wat je allemaal kon doen in GTA 2. Ja. Ze hadden echt een zandbak gebouwd. En ze waren gewoon met elkaar van, laten we dit doen, dan kun je dat aanrijden. En dan kun je dit, dan laten we zo'n auto en laten we een tank doen. En een motor met een gun erop en weet ik veel. En je zag gewoon aan alles van die gasten waren niks anders aan het doen dan gewoon heel veel lol aan het maken. En dat, maar ze hebben ook gewoon geluk gehad bij een ongeluk. Want die eerste GTA was eigenlijk helemaal niet de bedoeling hoe die game in elkaar stak. Maar doordat er een bug was in de politie chase systeem, hadden ze in één keer zoiets van, waardoor de politie veel te agressief achter je aankwam, dikke chaos was en hadden ze zoiets, hey, dat is eigenlijk best wel vet. Ja. Dus uiteindelijk is die bug een feature geworden. Sick. En dan zijn ze in deel 2, hebben ze daar echt nog 100 dingen bovenop gegooid inderdaad. Ja. Ze hebben het over de top gemaakt. En ik denk dat dat is wel de humor die zij daar ook hadden. Die over de top humor. Dat is gewoon een vorm van humor. Britten zijn er gewoon goed in. En deze gasten waren allemaal ontzettend grappig. Ook zijn ze nog steeds waarschijnlijk. Mm. En begrepen gewoon heel erg goed hoe je die humor vertaald naar videogames. Weet je, ze begrepen gewoon wat er leuk aan was. Als van, weet je, dat is in de tijd, je had toen een game, of hoe heet het, natuurlijk de Rambo film. En hoe heet die, Predator had je Painless. Weet je, dat was die grote minigun die maar, weet je, die nog doorratelt als de kogels op waren. Dus, fuck it, laten we die in de game zetten, weet je. Nou, dat is gewoon, waarom doe je dat? Niet omdat het sens maakt, maar omdat het gewoon lach is om dat erin te hebben. En dat soort, ja, dat soort humor, dat werkt als een trein voor die serie. Ja. Hoe zien we dat in GTA 5 dan? Want dit gaat wel specifiek over GTA 5. Hoe heeft die evolutie doorgemaakt? Nou, het heeft dat gewoon doorgemaakt. En dat is wat je krijgt. Dus de wapenkeuzes is gebleven. De vrijheid die je opeens, waar je overheen struikelde in die game. Ik moet wel zeggen, bij GTA 5, ik ben ook toen een keertje bij Rockstar geweest voor GTA 5 volgens mij. Misschien was het al eerder eigenlijk, ik weet niet. Maar toen hadden we een gesprek over multiplayer en over regels in videogames. En er was een beetje een discussie met een van de makers en van die lead designers. En die zei ook van, ja, je hebt juist heel veel regels nodig om je het idee te geven dat er geen regels zijn. En ik had gezegd, waar heb je het over? En toen gaf hij een paar voorbeelden en dat maakte toen wel sens. Toen gaf hij jou ook een pass. Nee, maar het is waar. Want als je namelijk echt geen regels hebt in een game, dan ben je zo klaar. Dat is wat No Man's Sky had bijvoorbeeld, weet je. Dat is gewoon, oké, tada, een hele wereld. Je kunt er niks doen, zet het uit. Je moet een stukje gamification aan toevoegen. Ja. En dat heeft zijn regels natuurlijk. Nou, dat hebben zij heel goed gedaan. Zij hebben dat zo goed begrepen. Dus los van dat het verhaal technisch goed was, dat het gameplay technisch gewoon heel goed in elkaar zat. Je merkt ook gewoon van, die gasten hadden een visie die echt tot in het DNA van die game terugkwam. Dat is echt heel goed. Het is meer dan alleen de gameplay en het verhaal inderdaad. Ik denk dat wat je bij Rockstar en bij GTA 5, en we hebben het natuurlijk over de jarige Job,
GTA 5. Wat mij eigenlijk altijd zo bijgebleven is, en nog steeds ontdek ik wel eens in die game iets nieuws. Het kan een lijn dialoog zijn. Het is gewoon hoe alles geschreven is, maar ook hoe alles ontworpen is. Bijvoorbeeld de postbodebedrijf heet Alpha Mail. Vind ik dan weer. Dat zijn een beetje van die flauwe knipoogjes. Dan heb je dan de die vind ik wel flauw. Group sex ja, heb je. In het Duits. Group sex, weet je. Dat is die ja. Dat zijn die armored trucks. Het is allemaal van dat soort dingetjes. Ja, je merkt gewoon net zoals jij net zei, ze hebben daar gewoon lol in gehad. Ze dachten gewoon, oké, hoe kunnen we iets doen? Wat je in de eerste instantie denk je, nou, groepen seks, denk je, wat de fuck is? En dan denk je, ah, group sex. Weet je, dat maar is het, gewoon... het was ook een dat is GTA altijd al geweest. En in 5 hebben ze dat ook nog een keertje heel goed gedaan. Het was altijd een soort kritiek op de maatschappij. Mm-hmm. Weet je? En het, zeker, ja. Maar, Life Invader. Ja, inderdaad. Maar ook de, hoe heette dat, dat social media bedrijf ook alweer. Ja, Life Invader. Oh, dat was Life Invader. Ja. Dat je op een gegeven moment kom je, ja, maar dan kom je daar op een gegeven moment op kantoor. Of dat was een soort missie. Moet je, en dan zie je ook echt die hele kutte Amerikaanse Californië lifestyle, weet je. Mm. Wat nu allemaal, dat is allemaal doorgeslagen in wokeness. Ja. Maar toen begon dat net, weet je. Dus toen, en daarom ben ik ook heel erg benieuwd. Was het, we gaan de office cultuur gaan we doorbreken. Of Scientology ook, ja. Met Kiflom. Scientology, die achievement dat je echt 100 uren moet rondrennen of Kiflom, weet je. Dat is die Scientology lui, ja. Dat is ook super vet. En ik, dat heb ik, precies wat jij net eigenlijk zei over DMA en de GTA 2-tijd. Dat voel je nog steeds terug in het DNA van de moderne GTA-game, in dit geval 5. Ja. Het zat in alle GTA's, maar in 5 is het gewoon... Het is nog nooit zo vibrant geweest en nog nooit zoveel gewoon rare knipoogjes. Ik heb echt in een deuk gelegen om alles, van een bord langs de weg. Van de laatste keer dat ik het speelde was dit jaar, hoorde ik een guy een telefoongesprek dat hij een trio had gehad. En dat zit hij, en hoe die daar dan over praat, dat is gewoon, dan denk je, wauw, hier hebben ze over nagedacht. Ja. Er is gewoon. Ja, dat zit heel veel. Ik weet dat dat is begonnen natuurlijk met hoe heet het? Die in Miami, Vice City. Die had denk ik de beste radiostations. Zeker. Mm. En van daaruit, dat hebben ze uit. Ah, San Andreas is ook goed. Was ook super goed. Maar goed, in ieder geval hebben ze dat. Het was eerst alleen maar in die radiostations. Ja. En naarmate de graphics beter werden, in 4 zag je dat al, maar in 5 helemaal. Ik bedoel. Die humor zat overal in, weet je. Mm. Het zat echt letterlijk overal in. En dat vond ik super vet. En het feit dat je dat uitschrijft, weet je. Ik bedoel, ik kan me nog goed herinneren dat bij 4... dat op een gegeven moment er zit een comedy club. En dan staat Ricky Gervais. Het ging half, bijna een soort van richting Second Life. Ach, ja, shit, die televisiezenders ook. Hè. Die zijn ook echt hilarisch. Ja. Die hebben maar je kon Space letterlijk Rangers. Gewoon een stand-up set van... hoe heet die? Cat Williams bijvoorbeeld zien. Ik dacht dat het Ricky Gervais was. Ik denk dat volgens mij waren het meerdere. Oh ja? Bizar. Maar hebben jullie die Republican Space Rangers gezien in GTA 4 of was dat in 5? Dat was ook gewoon een kritiek op de regering. Dat was gewoon een soort van, er gingen de Republican Space Rangers, die gingen alleen maar aliens doodknallen en was gewoon, oké, democracy, pang, weet je. En, ja, dat was super vet. Ja. En dan zat je gewoon een uur, zat ik dan gewoon te kijken in die tv, weet je. Dan legde ik gewoon mijn controle neer. Maar denken jullie, hè, want daar ben ik echt benieuwd naar. Nu in deze tijd van cancel culture en alles is woke, je mag niks meer zeggen, dat een GTA nog kan? Die harde humor, die harde maatschappij. Dat hebben ze zelf al een beetje door laten schemeren, dat ze daar een beetje terug voor krabbelen. Maar ik ben dus bang dat is, kijk, dat is... Het is al eigenlijk al gebeurd, hè? GTA 5. Ja. Zitten ook transgenders. Nou, van alles wordt een stereotype gedaan. Ook van transgenders in GTA 5. Dat hebben ze nu eruit gehaald. Oh ja? Ja, omdat er kritiek op was. Oh, ze hebben omdat gewoon het main game gepatcht, bedoel je? Ja. Oh, dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook niet. Bizar. Ah. Ja, dat is heftig inderdaad. Ja. En je ziet het ook aan de mensen die weggaan, hè? Ik bedoel, de Hauser Brothers, die natuurlijk altijd zelf verantwoordelijk waren voor het verhaal, zeker van GTA. Dat, Lead Rider is nu ook weg. Nou, ja. GTA 6 zal al wel in de afrondende fase zitten, hoor, wat dat betreft. Ik denk dat hij klaar is. Ja. Het is toch wel gek dat hij dan nu vertrekt. En GTA 6, daar is de marketing nu officieel afgelopen week ook van begonnen, heb ik het idee. Oké, want? Er was een filmpje, live action filmpje, van de guy die Franklin speelt in GTA 5. Ja. Die donkere jongen. Ja. Die zit in een vliegtuig met naast hem een nieuwe guy. En dat zou de voice actor zijn van GTA 6. Oké. En die hebben een kistje en die openen het kistje en... En dan dat. Nou, wat ik het knapste vond aan GTA 5, dat vond ik dat echt, dat nog steeds op de dag van vandaag vind ik dat knap, dat zij de torenhoge verwachtingen die er rondgingen toen van de game hebben waargemaakt en eigenlijk overtroffen hebben. Nu je het zo zegt, de verwachtingen waren
out of this world. En het heeft nergens teleurgesteld. Exact. Maar ze hebben eigenlijk ook wel de perfecte setup gemaakt met GTA 4. Wat eigenlijk ook een game was waar heel veel goed ging. Maar waar ook nog wel wat... Ik vond het heel... Het was heel grauw. Je kon de stad niet uit. Maar kijk eigenlijk... hoe het gaat van San Andreas naar 4. Van 3 naar San Andreas. Weet je? Ik bedoel, het werd gewoon steeds beter. Ja, en ja. Weet je, als je dan bij 4 bent aangekomen... Je denkt van, kan het nog beter? Boom, het kan nog beter. Ja. En wat gaan we dan nu krijgen? Weet je? Dan is 6. Kan het nog beter? Ik denk eerlijk gezegd, van, ik denk het niet. Want ik ben namelijk heel erg bang dat deze game gaat stranden op politiek correctheid. Ik ben daar ook wel een beetje huiverig voor. Simpelweg om die reden die daarvoor al werd genoemd. Ik bedoel, als je daar al aan meegaat. Ja, als je daar één keer een vinger toe geeft, nou, dan gaat... Maar dan is humor weg. Dan heb je dus humor niet. Dan gaat iedereen dus aan de bel trekken bij alles wat er in de game gebeurt. Want iedereen heeft het in de huid tegenwoordig. Uh-huh. Dus daar ben ik een beetje bang voor. Vooral omdat de game... Het maakt zeker voor de helft, en voor mij zelfs meer, wat die game precies is. Ja. Want qua gameplay... Ja, ik vind het heel vet. En je kan heel veel. Maar dat heb ik nu wel al 30 jaar gedaan. Ja, weet je wel? En missies blijven wel hetzelfde. Nee, maar een goed verhaal is een goed verhaal. Kijk, als er een nieuw goed verhaal komt. Ik kan me ook herinneren toen Lost and the Damned. En hoe heet het? Ballad of Gay Tony. Ja, die kwamen als DLC van 4. Daar had ik zoiets van, nou, dat was super vet. Want het was gewoon meer verhaal. Ja, maar vet verhaal ook. Heel vet, leuker misschien en dat is ja, het ding. Het succes van GTA Online heeft dat wel een beetje gesloopt. Nou, natuurlijk. Weet je wat ik me wel afvraag? Hè? Want ze hebben dus bijvoorbeeld in Red Dead 2 hebben ze de wereld van de originele Red Dead ook gedaan. Los Santos is zo'n soort van melkkoe geworden. Ja, melkpaard. Je mag een paard. Als je een paard wil melken, dan moet je grote handen hebben. Het is zo'n melkkoe geworden van GTA, van Rockstar. Dat ik zou het niet eens heel ondenkbaar vinden als ze op een of andere manier Los Santos ook in die nieuwe wereld gaan zetten. Want als ik heel eerlijk ben, de stad LA en de stad Miami, als het niet, ja, we weten natuurlijk al wel een beetje dat het zich niet in de 80's afspeelt, als we de rumors of de leaks mogen geloven. Ja. Of dat moet heel elaborate zijn hoe ze dat hebben gemaakt. Ja, ja. Dat is een meerdere tijdperk, toch? Ja, wij hebben geen idee. We hebben geen idee, maar ik zou denk ik, als je de overtreffende trap als Rockstar, als je de overtreffende trap van het melkpaard wil hebben, dan zou je toch moeten... Ik denk dat meerdere steden eigenlijk de enige manier is hoe ze nog... Want als ze namelijk één stad gaan doen... Ik denk dat is zo'n overduidelijke val waar je in kan trappen. Omdat dat is precies wat Battlefield dacht. Van, oh, we moeten de overtreffende trap hebben van Battlefield 5. Wat gaan we doen? We gaan al 128 spelers. Dat is niet wat de game beter maakt. Nee, maar de stad Miami en de stad LA. Kijk, LA, daarom is GTA 5 denk ik ook zo iconisch. Ik denk dat je te dun uit gaat spreiden op het moment dat je meerdere steden gaat doen. Ik denk wel dat de stad LA is het zo'n perfect decor voor de maatschappijkritische blik. Want LA is een stad vol hypocrisie, zeg maar. En de rijken en de armen leven daar naast elkaar. De tenten staan daar nog net niet in Beverly Hills. Ja. Bedoel, en ik was dit jaar met skate in LA en ik ben daar op de duur een dag gewoon gaan rondwandelen. Ik heb daar echt 30 kilometer gewandeld, gewoon door heel Hollywood. Ja. En ik heb echt... Ik was sindsdien echt... heb je elke dag gewerkt, moet je zoiets never, nooit, niet deze shit. Ja, ja nee, omdat ik meth moest halen daar. Ja. Nee, maar ik zag het daar en ik dacht, wow, hoe fucking ziek is het wat Rockstar daar heeft gedaan? Want ze hebben Los Angeles een soort van een punt rare versie van Los Angeles. Een soort van gecomprimeerd. Ja, ja maar het komt overtuigend over. En ik vind... gewoon één stad houden met zo'n map zoals GTA 5. Dat is fijn, weet je wel. Die map kan je nog aardig laten differentiëren van elkaar, van de verschillende spots die je hebt, omdat ze toch nog redelijk ver aan elkaar liggen. Maar meerdere steden, ik voel er niet zo heel veel voor. Nee, ja, de vraag is gewoon even, dat denk ik dan even hardop, van zou Miami dezelfde appeal hebben als Los Angeles? Want Miami is wel een stad met een veel beperkter soort van, ja, je hebt die Star Island, je hebt een beetje waar die rijke lui wonen, maar dat moet daar, er zijn natuurlijk wel geruchten, iets met drug trafficking en misschien met Zuid-Amerika. Ik denk dat Rockstar echt nog wel wat tricks heeft. Het hangt er ook vanaf, kijk, in Vice City was een take op Miami Vice. Ja. Weet je, dus dat was ook dat tijdperk en dat was waarop het leuk was. Perfect en ook. Iedereen was opgegroeid met Miami Vice, dus dat werkte. San Andreas viel helemaal samen met een soort van gigantische boost in die West Coast hip-hop cultuur. Mm-hmm. Ik weet niet hoe ze dat zo goed getimed hebben, maar dat was echt heel knap. Dat was een geschenk uit de hemel voor mij. Ja, was echt fantastisch. Bij 4 en 5 had ik zoiets van, daar is het subtieler geweest. En zeker bij 5, omdat je wel...
je ziet aan de ene kant wat jij zegt van de, hoe noem je dat, de tegenstellingen die je hebt in LA. Mm-hmm. Weet je, aan de ene kant die bizarre social media start-up cultuur. En aan de andere kant... De tentenkampen, wij spreken. Nou zaten die er niet letterlijk in. Maar als je kijkt waar Trevor vandaan kwam... Erin zitten. Ja, daarom, weet je. En het was meer trailer trash shit, weet je. Dat kwam ook heel erg door dingetje. Maar goed, anyways, dan... wat gaan ze nu dan doen? Dan denk ik van ja, dan ga je dus wat 5 heeft gedaan, moet je nu dus iets meer doen. Ja. In de zin van dat. En wat is Miami dan helemaal? Weet je, is dat een drugstad? Is het een. Weet je, is het. Dat is een drugstad, sowieso. En dat is het wel. Alleen de ethisch zijn natuurlijk een hele mooie backdrop. Maar noem mij eens even wat iconische mediacultuur die zich afspeelt in Miami. Ja, Miami heeft een bescheiden Bitcoin rap scene, Miami natuurlijk. Dat. Bitcoin Miami. Je hebt dat, hoe heet het? Dat dance festival natuurlijk, hoe heet het? Ik weet niet. Ik heb het idee dat in deze huidige tijd dat een beetje de glitz en glamour van Miami niet meer zo iconisch is als in de Vice City tijd. Dus ik ben heel benieuwd, want er zal daar een keuze achter zitten. Ja. En ik bedoel, want waarom GTA 5 al 10 jaar lang steady gaat, is denk ik dat Los Angeles voor mensen... Los Angeles is iconisch. Of het nou Once Upon a Time in Hollywood is, Terminator 2. Er zijn Los Angeles, ook als je daar rondloopt, je voelt het gewoon. Die stad zelf is de star. Dat is niet eens het decor. Ja, en dat exact, is deze... Ja, ik bedoel, dit is qua stad zou ik niet een vettere stad kunnen verzinnen eigenlijk. Dan, ja, waar dan nog een GTA? Nou, ik vind Miami wel heel erg vet. Ik vind het een hele toffe stad. Maar ik vind wat je bijvoorbeeld heel erg ziet gebeuren... Miami ligt in Florida. En Florida was tijdens corona een soort van de... dat was nog vrij, weet je. Dus ook heel veel Trump-stemmers zijn naar Florida verhuisd. Van Texas of Florida, een van de twee. Daar kun je natuurlijk van alles mee doen. Maar goed, dan zit je gelijk weer in die politieke discussie... Ja. Die vandaag de dag gewoon niet meer... te voeren valt zonder dat je ruzie hebt. Terwijl ik denk, dat is een prachtige bron van humor. Ik ben het helemaal mee eens. Ik denk alleen dat weinig mensen dat nog kunnen. En ik vraag me af of GTA, de Rockstar, dat nog kan. Bijvoorbeeld wie dat wel kan, South Park. Mm-hmm. Trey Parker en Matt Stone, die kunnen dat nog steeds heel goed. Ja. En, maar waarom? Ze kiezen niet per se een partij. Ze laten gewoon van allebei de maar kanten... Dat kan hier toch ook? Dat is toch hoe je het moet doen? Ik denk niet dat ze dat kunnen meer, om een of andere reden. Maar nou, ik denk omdat... Waarom kan het dat niet? Mijn cynisme, hoor. Maar het zou kunnen zijn dat gewoon er is een nieuwe generatie gameontwikkelaars... die gewoon jong zijn en die dat niet kunnen. Weet je, dat is allemaal veel te gevoelig. Die zijn getriggerd door alles. En die kunnen dan die humor niet toepassen, niet inbouwen. Ik weet het niet. Ja, we gaan het meemaken. Ik denk in ieder geval wel dat er een reden is dat GTA 5 natuurlijk al zo lang op zo'n niveau presteert. Er wordt ontzettend veel verdiend aan die game nog. Mm-hmm. En die online is natuurlijk ook een heel groot component. Ja, ik ben wat dat betreft, het is natuurlijk, we hebben het over GTA 5, maar je ontkomt niet aan GTA 6. Want dat is al, je voelt het aankomen dat we daar binnenkort meer over gaan horen. Hey, maar dit de verwachtingen voor GTA 6, bedoel, want GTA 5 heeft al verwachtingen gezaaid, zeg maar, nu met hoe groot het is. 6 gaat echt schoenen moeten vullen die... zo groot zijn als de aardappel zelf. Je verwachting is hoger. Je verwachting is dat de game beter wordt dan GTA 5. Nou, dat hoop ik. Maar of ik het verwacht? Als ik dan de dingen hoor... Ik vind dat namelijk bijna niet realistisch. Ik denk dat er heel veel valt te verbeteren aan GTA 5. Ik denk alleen dat ze dat niet gaan doen. Mission Design vind ik bijvoorbeeld echt... Dat is enorm achterhaald. Dat is niet anders als GTA 3. Eens. Om het zomaar... Controls waren ook puinzooi. Zeker. Dus er valt genoeg te verbeteren. Terwijl, gek genoeg, daar verwacht ik dan weinig verbetering in. Wat we in ieder geval zagen van die leaks die er natuurlijk een paar maanden geleden kwamen, is dat ze, en dat maakt me wel enthousiast, als dat zeg maar de verdieping is waar ze nu voor kiezen, is zeg maar een beetje worldbuilding, om het zo maar te zeggen. Want daar zijn ze natuurlijk heer en meester in. Dat hebben ze met deze game laten zien, maar dat hebben ze ook met Red Dead Redemption 2 laten zien. Ja. Maar vooral hoe de wereld reageert op jou. En in die leak was het dat je een diner ging beroven. Mm-hmm. Maar je zag, doordat ze gewoon de scripting eroverheen lieten, van hoe elk individueel mannetje in die diner op jou reageerde, op je gun, op je... Want je had ook dialogen die je kon doen. Mm-hmm. Dus... Het is niet zomaar winkelberoven. Nee, er zaten nu veel meer acties achter en veel meer variabelen die daar invloed op hebben. En ook jouw eigen manier van dialoog die je daarop insteekt. En ik denk, dat kan het interessanter maken voor mij. Ja, en kijk, zoals je voordat GTA 3 uitkwam, heeft DMA ook nog Body Harvest uitgebracht op de Nintendo 64. Wat eigenlijk ook een soort van... het was een soort prototype van een open wereld game waarin je voertuigen kon hijjacken. Het was shit, maar die game hebben ze wel moeten maken, denk ik, om... Maar die was 3D. Die was 3D, ja. En uiteindelijk, ik denk dat je in Red Dead
2 had je ook al wat meer conversation opties. En in GTA 5 hebben ze natuurlijk die meerdere characters die synchroon in die wereld zitten. Ja. En we zagen natuurlijk in die leaks... Hoeft voor mij niet overigens hoor. Nou, je zag in die leaks zag je 2 main characters. Je hebt een man en een vrouw, zoals het nu lijkt. Ja. En als dat zit ik dus wel te denken van... Bodytype 1 en bodytype 2. Dankjewel. Ja, nou dat melkpaard had ik wel even wat nodig. Maar weet je wat ik denk van als zij dit co-op element kunnen doen... dat je samen met een vriend ineens een singleplayer story kan spelen. Wat bijvoorbeeld in Saints Row 3 ook kan. Ja, dan wordt het ineens een hele andere... Nee. Ja, mij lijkt dat persoonlijk heel vet. Want ik vind altijd, ze hebben nu het online component... Dat en het singleplayer component. In 5 kon het ook toch. Singleplayer en online zijn 2 verschillende componenten... en die gaan ook niet echt samen, weet je wel. Er is singleplayer nee, is net... Ik heb echt helemaal niks met GTA Online. En om heel eerlijk te zijn... Ik denk dat ik een beetje GTA aan het groeien ben. Ik ben ook niet heel erg enthousiast voor GTA 6 of zo. Nou, ik deel dat helemaal met je. Ik voel dat heel erg wat je nu zegt. Maar ik heb het gewoon, omdat ik heb zoveel van die high-profile titels zien falen de afgelopen tijd. Weet je? Ja. Cyberpunk, tot op zekere hoogte zelfs Starfield. Weet je? Dus niet dat Starfield niet leuk is, maar stelt teleur op heel veel vlakken waar ik er meer van verwacht had. En weet je, die verwachtingen zijn gewoon niet realistisch. En ik heb echt zoiets van, ja, de enige domein waarin videogames heel erg kunnen groeien, is op dat AI vlak. En we zijn daar nu, weet je. Ik bedoel, die large language models. Ja, daar beginnen we nu langzaam te komen. Nou ja, maar het duurt nog 5 jaar voordat het in die videogames zit, weet je. En dan krijg je ook nog dingen over rechten en toestanden. Weet je, dat wordt nu allemaal uitgezocht. Maar GTA is bij uitstek een game. Die wereld is zo rijk. Op het moment dat zij een soort AI in zouden bouwen die gebruik maakt van zo'n large language model, dan zou je... Ze zijn eigenlijk te vroeg, zeg je. Ja, in GTA 6. Ja, precies. Ze moeten GTA 6 eigenlijk wel, hebben, ja. Ze zijn eigenlijk te vroeg. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Want ik zag, jij kent die video ook van die Unreal Engine, dat je gewoon kan praten tegen NPC's. Ja. GTA zou bij uitstek de game zijn, want je kan nu al wel interacteren. Maar dat is beperkt tot duimpje omhoog, duimpje naar beneden. En je voelt natuurlijk wel heel erg die... Je wil heel graag zeggen van... Hey, get the fuck away from my car. Dat iemand zegt, oh, heb je een probleem? Want dat is natuurlijk... Nou ja, ik vraag me af of het... Kijk, het moet zichzelf nog bewijzen. Dus ik weet niet helemaal hoe het, hoe het gaat werken. Ik zie het wel als de toekomst, hoor. Ik zie het ook als de toekomst. Maar de NPC's die hebben gewoon van... Hey man, dit is je backstory. Jij vervult deze rol. Bam, klaar. En is het dan leuk om daar een gesprek mee te voeren? Ja, dat denk ik wel. Vooral omdat ik denk dat de developers gaan zijn... Want de meeste games houden je aan het handje, zetten questmarkers in beeld. Waarom loop jij niet... waarom ga je niet op straat met random mensen praten? Ja, omdat ik daar de consequenties sociaal dan... contact gestoord ben. En ik heb niet een specifiek doel daarvoor. Maar dat is waarom dit in die games ook niet automatisch gaat werken. Nou, behalve dus. Kijk, nu heb je questmarkers en de game houdt je aan je hand. Je hoeft eigenlijk niet na te denken. Je moet gewoon de stappen doorlopen die de game je geeft. En that's it. Nee, ik ben op een gegeven moment, bij wijze van de murder mystery in de game. Er is hier iets gebeurd. Ga maar, los het op. Ja. En hoe je dat oplost. Het is volledig aan fucking aan jou. Ja. Nou, ik denk dat ook dat dan. Juist in games als GTA... ik zou in het echt ook niet iemands banden lek schieten... om te kijken wat er gebeurt als die door de bocht gaat. In GTA, het is juist... het is die zandbak waar je eventjes het duiveltje op je schouder... eventjes achter het stuur kan. Dat je denkt van, weet je... ik bedoel, wat ik gewoon deed in GTA 5... letterlijk, mijn laatste 30 uur GTA 5... is gewoon chop uitlaten met die bal. Ja. Gewoon die bal gooien en dan kijken wat er gebeurt. En binnen 5 minuten is er een gang shootout... vliegt de brandweer om de bocht. En dan denk ik gewoon, jezus, wat hebben ze dit vet gemaakt. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat gaat kinderspel worden met wat ze gaan kunnen doen. Of ze het gaan doen is een tweede, maar de techniek is gewoon... Ja, ja maar vooral, weet je, je geeft zo'n NPC een script en de regels waar die zich aan moet houden en de rol binnen het verhaal. En bij wijze van, jij kan naar een NPC lopen en helemaal ondervragen en dit en dat. En ik kan misschien denken, deze fuck heeft het gewoon gedaan. Ik schiet hem door zijn knie. Ja. Ga je toegeven, ja of nee, schiet je door je andere knie. Bij wijze van, weet je. En hoe die dan daarop reageert. Ja. Zeg maar... die dynamiek, dat lijkt mij de volgende stap. En ik denk niet dat dat nog in GTA 6 gaat zitten. Nee, het wordt een herhaling van zetten, maar meer zetten in een iets uitgebreidere wereld. Zijn jullie wel maar. Psyched voor GTA 6? Nee. Ik wel, ik denk bijna dagelijks aan die game. Ja? Ja, maar dat komt gewoon omdat GTA voor mij, ja, dat is toch... Ik heb Rockstar gewoon heel hoog zitten. Kijk, Red Dead Redemption 2, ik heb die game 1 keer gespeeld. Ik vond het geweldig. Ik kom de tweede keer, ik ben er helemaal moe van. Ja. Ik hoef het niet eens meer te zien. Ik denk dat die game niet eens uitgespeeld. Ik vond er geen reet aan. GTA 5 eigenlijk hetzelfde. Ik heb die game, ik vind hem fantastisch. Dan moet ik wel zeggen, ik heb hem nu op de PC en ik heb hem helemaal gemod, weet je. Dan, ziet er dan belachelijk mooi uit. Maar voor de rest, ik doe niet meer... Ja, ik loop dan af en toe even rond, de hond uitlaten. Ja. Maar het is, ik ben gewoon benieuwd wat Rockstar gaat doen. Loop rond, de hond uit. Ja, een beetje chop. Chop is gewoon, dat is het enige wat ik wil doen. Want weet je, dat is het ook met GTA. Kijk,
wat GTA 5 voor mij zo vet maakt. Als ik gewoon in de auto ga rondrijden door die stad, dan ben ik binnen 10 minuten leg ik de controle neer. Maar als je gewoon gaat lopen en je ziet ineens een bord van een vermiste kat. Je ziet ineens allemaal van die hele kleine details. En een heel raar briefje waar je zo... zegt iemand van, ja, ik zoek een schoonmaakster die naakt wil schoonmaken. Vervolgens rent er ineens een beest door de steeg. En weet je, het ligt overal troep. En dat zeg maar... Je weet me niet echt te overtuigen dat ik dit niet moet gaan spelen. Maar... Ja, ik vind dat vet. Ik ben gewoon, nee, maar je hebt gelijk. De details. Ik hou van die details, weet je. Dat je na 80 uur... Dat je als er een briefje hangt van een schoonmaakster. En dan zegt ze dat ik bloot moet zijn. Ja... Ik vind dat gewoon vet. Ja, maar daar heeft iemand over nagedacht. Dat vind ik zo vet, die game. Zeg maar, die developers die maken die shit zo van, dat gaat nooit iemand checken. En ik ben die guy die dat wel checkt, weet je. Ja. Nee, ik snap het inderdaad. Ja. Je wil je melkstier en je melkpaard en je schoonblad schoonmaken. Oh, sorry Jasper. Dat maakt niet uit. Nee, dit melkpaard dat staat even in de gang. Maar jij bent dus ook niet hype voor GTA 6. Nee, ik ben heel erg benieuwd naar GTA 6. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze omgaan met die druk. En het zou mij niet... Laat ik het zo zeggen. Sorry dat ik je onderbreek, maar misschien voel jij ook zo. Als GTA 6 niet beter gaat zijn dan GTA 5, ben ik niet eens teleurgesteld. Nee, want dat had ik een beetje verwacht. Dat was een goede game. Ja. Ja, maar ik heb wel ook een ding. Miami is misschien wel mijn favoriete Amerikaanse stad. Moet er wel bij zeggen dat ik... Waarom? Ja. Omdat het tropisch is. Het is een tropische stad. Denk de enige tropische stad in Amerika. En gewoon een hele goede herinnering aan. We zijn ook met GameKings een keertje geweest. Was gewoon dat lachen. Is de kat met zeven tenen. De kat met zeven tenen inderdaad. Ja, dat was Key West moet ik zeggen. Als je Miami en LA even naast elkaar legt, gewoon even dan, waarom Miami en niet LA? Ik vind Miami een mooiere stad. LA ziet eruit alsof het gebombardeerd is en weer opgebouwd is. Weet je, een beetje als sommige Japanse steden. Ik vind ook omdat Miami wat meer Zuid-Amerikaans is en daardoor wat meer Latin invloeden heeft, gewoon wat Europese aanvoelt in die zin ook. Het voelt wat meer, er zit wat meer soul in die stad. Terwijl ik vind LA echt extreem nep. Weet je, ik bedoel, mensen zijn nep, maar ook werkt gewoon, het ook zo goed. Ja, alles is nep, ja. Ja, daarom werkt het voor die stad goed, ja. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat ook Miami wat harder is misschien. Misschien ook niet. Ik weet het niet. Ik denk alleen als ze hedendaags Miami doen, ik weet niet of dat zo werkt. Nee, ja, maar dat ben ik met je eens natuurlijk. Wat zijn hedendaagse Amerikaanse steden? Het zijn allemaal sloppenwijken geworden, weet je. Dus ik weet niet of het nou echt een vooruitgang is. Maar. Het is in ieder geval een heel, hoe zeg je dat, iets heel erg... intrigerend om over na te denken wat ze gaan doen. Want ja, GTA 5 heeft zo'n gigantisch hoge lat gelegd dat Rockstar zichzelf misschien wel in de voet heeft geschoten. Nu van ja, hoe gaan ze dit overtreffen? Hoe gaan ze dit in godsnaam overtreffen? Nou, en dan de character design. Weet je, ik bedoel, dat was het knappe van GTA 5, dat er opeens meerdere personages waren. Waarbij... Ik vond ze alle drie ook vet trouwens hoor. Mm-hmm. Ja, maar ik vond het... natuurlijk zijn ze vet. Maar ik vond ook bij 4, weet je, was het heel erg Niko Bellic bijvoorbeeld. Ja, dat was gruwelijk. Die was gruwelijk. Ja. Maar hier had je 4 Niko Bellic, bij wijze van spreken. 4? Of 3, sorry. 3. Ja. 3 had je. Met Franklin. Franklin, Trevor en... Michael, inderdaad. En die waren alle 4 tof, weet je. Ze alle 3 waren ze tof. Ja, ik weet, het melkpaard staat er ook nog bij. Hè? Dus we hebben 3 personages en een melkpaard. Ja. Dus die waren alle 4 heel tof. En Michael was de vertegenwoordiger voor de Heat film, weet je, die was heel erg dat. Ja. Dat vond ik heel knap, dat ze in plaats van 1 film of 1 stijl of iets, dat ze er gewoon 3 hebben genomen, samen hebben gevoegd en dat tot 1 verhaal hebben gemold. Dat was heel leuk. Voor mij om een of andere reden ook misschien een beetje Pulp Fiction-achtig aan. Hoe die verhalen in elkaar verweven werden. Ja, ook natuurlijk, ja, nee, absoluut, dat snap ik. Ja, deem ook een beetje als je echt voor de echte GTA 5 liefhebbers kan ik ook altijd aanraden de serie Ray Donovan. En vooral het eerste seizoen. Dan moest ik echt een beetje denken ook aan GTA, de manier waarop dat dan geschreven is. Zo LA is echt ook zo'n, ja, het is gewoon een gekkenhuis. Ja. Zoveel, ja, nepheid. Maar, hey, maar op hoeveel platformen hebben jullie deze game gespeeld? Want deze game is 3 keer opnieuw uitgegeven. Hij is uitgegeven natuurlijk op de PlayStation 3 en de Xbox 360 destijds. Ja. Een re-release gehad op de PlayStation 4 en de Xbox One. En nu weer een next-gen re-release heeft gehad op de Xbox Series X en de PlayStation 5. Ik heb de laatste next-gen versie niet gecheckt. Ik ook niet. Xbox 360, PS4 en daarna PC, zeg maar. En die PS5 versie. Ja. PC heb ik volgens mij, omdat kon je hem een keertje gratis claimen of zo. Ja, oké. Okay. Ja, de mods zijn sowieso heel ziek. Op de PC gaat het wel echt wat verder. Heb ik nog niet gedaan, maar aanraden. Ja. Nou, ik ben toch
wel heel erg geïnteresseerd. Gewoon omdat het videogamegeschiedenis is. Ik ben ook ergens, hou ik mijn hart vast, dat Rockstar ook de way gaat van Blizzard. En dat het gewoon leegloopt. Ja. En dat het gewoon vergane glorie aan het worden is. Dat weten we pas nadat de game uitkomt. Ja, maar er zijn wel tekenen aan de wand natuurlijk. Ja. Ik bedoel, los van iedereen die is vertrokken. Dat is absoluut een ding. Het feit dat we geen singleplayer in 3 re-releases van deze game geen singleplayer DLC hebben gekregen van GTA. Omdat alles nou online gaat. Alle focus gaat naar online. En shark cards verkopen. En ja. Ze hebben zelfs casino shit erin gegooid. En noem het allemaal maar op. Dat. En als je dan ziet wat er daarna nog kwam. De GTA Trilogy Definitive Edition. Iets wat zeg maar... Weet je, daar is fucking die hele franchise waar je nu miljarden en miljarden en miljarden aan verdient, is daar ontstaan. Het heeft een fanbase. Dat zijn legendarische games op de tijd dat ze uitkwamen. De pinnacle van de consoles ook, waar ze op verschenen. En dan breng je dat zo liefdeloos uit. Fair point, ja. Dat zo is liefdeloos. Dat en hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Red Dead Redemption 2. Ja. Die natuurlijk geen story DLC meer heeft gekregen. De stekker eruit is getrokken bij Red Dead Online, omdat nou, dat was gewoon niet zo populair als GTA Online. En dan de Red Dead Redemption 1 remake, remaster, die ook niks om handen had. Re-release, ze brengen hem gewoon opnieuw uit. Ja, wat dat betreft is het wel het voelt een beetje liefdeloos. En dat maakt me een beetje zorgelijk. Nou, we gaan het zien, jongens. GTA 6, daar valt verder niet heel veel over te zeggen. Behalve dat GTA 5 misschien wel het absolute hoogtepunt was in de GTA franchise. Ik denk niet meer dat ze hier overheen kunnen gaan. Nou, dat denk ik ook niet. Maar daar ben ik wel dus heel benieuwd naar. Zullen we over 10 jaar nog een GTA 5 20 jaar item doen? Ik denk dat deze game, die is zo groot. Is er überhaupt een game in de industrie die zoiets heeft voortgebracht? Vast wel. Ja, het zijn vast wel meer. Je bedoelt meer verkochte exemplaren? Ja, nou, niet alleen het aantal verkochte exemplaren. Want 190 miljoen, het is wel krankzinnig veel natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat van een bepaalde game dat misschien ook nog wel is. Maar ook nog eens gewoon de culturele impact. Hoe het entertainment binnen gaming op zijn kop heeft gezet. Hoe de hele wereld heeft meegekeken. Ja. Nee, dat is uniek. Ja, toch? Ja. Ik wou net zeggen, dat idee heb ik ook. Nou jongens, dit was een kleine terugblik op GTA 5. 10 jaar terug. En waarschijnlijk krijgen we 2024 meer te weten over GTA 6.